Autorijden dreigt voor een steeds grotere groep Nederlanders onbetaalbaar te worden. Hoe voorkomen we vervoersarmoede? Ja, wat moet er gebeuren om ons wagenpark te versnellen? Nee, te vergroenen. Ja, en kan die maximum snelheid gewoon weer naar 130? Ja, en gaat rekeningrijden er nou wel of toch niet komen? Daarover debatteren 5 politieke partijen onder leiding van... Ja, ons hè, Meijnerd en Wouter, in het BNR Autodebat. Je hoort het aanstaande vrijdag om 3 uur op BNR. Het Nationale Autodebat wordt mede mogelijk gemaakt door BOVAG. BOVAG. Alles voor een betere kilometer. Herp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 3 maart, donderdag dus 2022. En we beginnen weer met onze podcast Ochtendnieuws. Naast mij zit Iwan Verrips. Iwan, goedemorgen. Ja, we gaan in 20 minuten hier proberen bij te praten over de laatste stand van zaken in Oekraïne. We gaan het ook hebben over iets anders. Van het CBS heeft cijfers over ons gasverbruik van afgelopen jaar verzameld. Daarover straks een olie- en gasexpert. Maar we beginnen, zoals gezegd, bij Oekraïne. Want het Russisch konvooi, dat is opmerkelijk, bij Kiev. Hè, die 68 kilometer lange lint met militaire voertuigen, die staat klemvast. We still assess that that convoy, but more broadly speaking, the northern push by the Russians down towards the south, towards Kiev, remains stalled. Zegt John Kirby, dat is de woordvoerder van het Pentagon. Maar toch wordt Kiev wel beschoten, geloof ik. Zeker, dat gaat door. In de hoofdstad waren 4 zware explosies te zien en te horen. Afgelopen uren melden verschillende journalisten van internationale media. Luchtalarm is ook weer afgegaan in de stad. The Guardian meldt op basis van Oekraïnse autoriteiten dat explosies klonken in het centrum van de stad en ook bij een metrostation, maar allemaal lastig te verifiëren. Ja. Wat er dan dus precies beschoten is en wat er qua slachtoffers is, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar de strijd om Kiev gaat wel door. Zeker. Dan het aantal mensen dat Oekraïne inmiddels is ontvlucht. Vlucht sinds het begin van de invasie een week geleden is opgelopen tot 1 miljoen mensen, meldt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR. In 7 dagen tijd zagen we een exodus dus van 1 miljoen mensen uit Oekraïne en de buurlanden, schreef VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi vanmorgen op Twitter. En hij roept op tot een onmiddellijke wapenstilstand, zodat er humanitaire hulp het land in kan. En in Kiev zijn nu 15.000 mensen ondergedoken. Die zitten in de metrostations, zeggen lokale autoriteiten, en hopen zo te schuilen voor luchtaanvallen. Maar Iwan, je zei het al eventjes, er zijn ook explosies gehoord in de buurt van een metrostation, hoewel ongeverifieerd. In die metrostations, die vrij diep zijn, die zijn echt tot 150 meter diep, diepste metronetwerk van de hele wereld. Maar er zijn wc's, er is eten, er zijn medicijnen. En de directeur van de metro van de stad zegt dat er plek is voor zo'n 100.000 mensen. Oekraïnse autoriteiten verzekeren burgers dat als Russische wapens in handen hebben, ze daar geen belasting over hoeven te betalen. He, dus het verhaal is, als je een Russische tank hebt gekaapt of je pakt zo'n panzervoertuig waar mensen kunnen worden gevoerd en je weet niet hoe je dat moet declareren. Nou, niks aan de hand. Gewoon zorgen dat je het moederland verdedigt, meldt Interfax. Er komen beelden uit Sint-Petersburg waarop een oude vrouw te zien is, Jelena Osipova. Die zou daarbij zijn opgepakt. Luister even mee. Ja, het is een bekende overlevende van het beleg van Leningrad van 1941 tot 1944. Echt een oud klein vrouwtje. En op die beelden is te zien hoe ze wordt meegenomen door 2 Russische agenten. Die vrouw die is vreedzaam aan het demonstreren daar en staat daar met een bord en wordt dan dus door 6 Russische agenten omsingeld en meegenomen. Dat zijn impactvolle beelden. Ja, zeker. Verder, streamingsdienst Spotify heeft de kantoor in Rusland gesloten voor een bepaalde tijd. Zegt een woordvoerder tegen entertainmentbureau Variety, en ook de Wereldbank stopt zijn werk mee in Rusland en Belarus. En dat zijn dan maar de grote namen. Er zijn steeds meer verhalen die we horen van bedrijven die gedwongen, noodgedwongen of omdat ze vinden dat ze daar geen presence meer hoeven te hebben, wegstappen, uit Rusland wegstappen. Maar nog eventjes over het militair. Russische troepen hebben de controle overgenomen over de Zuid-Oekraïnse havenstad Gerson, zegt althans de burgemeester zelf, Igor Kolichayev, tegen de BBC. En ook Reuters en de New York Times die berichten daarover. Dus dit kan waar zijn. Het is de eerste grote stad in Oekraïne die sinds die oorlog vorige
week starten, echt ingenomen is door de Russen. Volgens de burgemeester zijn 10 bewapende Russen het stadhuis binnengedrongen, willen daar een militair bestuur invoeren en hebben een avondklok ingesteld. En verder heeft de burgemeester opgeroepen die Russische militairen niet te schieten op burgers. Hij heeft ook laten weten dat er geen Oekraïnse troepen zijn in Gersel. Daar wonen bijna 300.000 mensen. En de burgemeester roept zijn inwoners op alleen tijdens daglicht naar buiten te gaan. Inderdaad, respecteer die avondklok en doe dat met maximaal 2 mensen tegelijk. Na dagen vechten zouden er dode lichamen in de straat liggen. En er zou sprake zijn van stroomuitval en weinig water en voedsel. En de burgemeester zegt bij de BBC dat hij met vrouwen en kinderen vastzit in de stad. It doesn't look good for me. So maybe I'll try to move from here. But I mean, so far the situation is bad. I mean, I don't have a lot of expectations since the city has been invaded. Before that, they were pushing it a bit. The Ukrainian forces were fighting them out of the city, and we had some hope, like maybe the city will get back normal. But since it is almost in their control now, almost 99%, I don't have much of hope, actually. Nee, zegt burgemeester Koligajev dus. Dan zijn er nog berichten over Mariupol. Dat zou zijn ingenomen door de Russen. Dat wordt weer bestreden door de Oekraïners. Die zeggen, nee, we lopen hier gewoon rond. Wij hebben hier nog steeds controle over de stad. Onbevestigde berichten. We gaan naar correspondent Joost Bosman. Zit in Polen, in Warschau om precies te zijn. Sinds gisteren met de trein gereisd. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt nog steeds contact, hè, met mensen in Oekraïne. Wat zeggen die? Nou ja, goed dat het bijvoorbeeld in Kiev inderdaad zwaar gebombardeerd wordt. Gisteravond of gisterochtend toen ik in Warschau aankwam, gebeurde er iets heel eigenaardigs. Ik was buiten het station en twee Oekraïense dames praten met elkaar. En de een zegt tegen de ander, ze kwamen uit Kiev, het station is gebombardeerd. Het is er gewoon niet meer, het is weg. En nou ja, we waren tamelijk in shock natuurlijk. Als dat zou zijn gebeurd, dat zou betekenen dus dat mensen ook de stad niet meer zouden uit kunnen. Ja. En het bleek niet waar te zijn. En gisteravond gebeurt dat dus toch. Hè? Wordt er rond het station wordt er gebombardeerd. Ja, zeker. Maar goed, mensen zitten in de schuilkelders natuurlijk. Mensen zijn bang. En dit blijft doorgaan. Ja, en de Russen hebben gezegd nu dat de mensen die nu nog kunnen vertrekken, hè, alle burgers uit Kiev, die moeten dat ook vooral doen. Dat is een oproep van de Russen geweest. Ondertussen hoorden we ook net van John Kirby, hè, die defensiewoordvoerder van het Pentagon. Ja, die zegt, er is niks aan de hand. Er wordt wel zwaar beschoten. Maar dat konvooi wat oprukte naar Kiev, dat staat hopeloos vast. Ondertussen komen er over de onderhandelingen tussen Oekraïne en de Russen. Gaat dat weer in Belarus plaatsvinden? Weet je daar iets meer van? Dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds niet waar dat is. Maar de vraag is, wat heeft het voor zin? Hè? Als er zo hard gebombardeerd wordt overal, dan kan ik ook voorstellen dat die Oekraïners zeggen van, ja, maar waarom zullen we praten? Hè? Ja. Hou daar eerst mee op en ga dan het gesprek aan. Misschien dat daarom ook die vertraging er is. Dat ze achter de schermen toch hebben van, moet je horen, dit kan zo niet doorgaan. Jullie moeten eerst ophouden, eerst de wapens neerleggen, ophouden met bombarderen en dan komen we praten. Ja. Jij vertelde gisteren dat je zelf naar Rusland wil gaan, terug naar Moskou. Gaat dat lukken? Dat is de vraag. Het wordt niet meer een enkele reis, of een directe vlucht natuurlijk. Ja. Je zult via Istanbul of via Dubai of Qatar zelfs moeten. Maar goed, als dat zo is, ja, dan kun je er nog wel terechtkomen. Dan is de vraag, kom je er nog in? Laat je als journalist nog binnen? Ja. Ik denk het wel. Ik heb niet gehoord dat de journalisten worden tegengehouden in Rusland. En als je er eenmaal bent, dan is het vaak erg lastig, dat hoor ik van mijn collega's die er nog zijn, om nog geld te krijgen, omdat de bankautomaten, de pinautomaten zijn leeg. En het betaalsysteem als voorschot op de afsluiting van SWIFT, en er zijn al een paar banken afgesloten van SWIFT natuurlijk, is heel lastig. Dus ze kunnen heel lastig aan geld komen. Ja. Dus het heeft zeker haken en ogen, maar ik wil het misschien toch gaan proberen. Nou, dankjewel, Joost Bosman, en succes. We spreken je ongetwijfeld. En over die banken gesproken, Europese bankmedewerkers hebben druk met het doorvoeren van al die nieuwe sancties tegen de Russen, want gisteren werden tientallen Russische politici en zakenlieden samen met 7 banken officieel door Brussel in de ban gedaan. En dat levert ook de Nederlandse banken wat puzzelwerk op, zegt de Telegraaf. Ja, we wisten natuurlijk wel dat het ging komen. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen.
Europese Commissie kondigde dit weekend die sancties zelf af. Maar die zijn dus nu ook echt ingegaan. En dus is het een kwestie van hard doorwerken. Banken, trustkantoren en andere financiële instellingen hebben nog 10 dagen... om alle persona en banken non grata te weren. Zo zegt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB. Dit is monnikenwerk. IJsselbos, die bij de Rabobank leiding geeft aan het team dat de sanctielijst in die banksysteem moet implementeren, zegt: ja, alles op die lijst moet je minutieus controleren en opvolgen. En natuurlijk hadden ze al wel ervaring met sancties. Bij veel banken stond Rusland al scherper in het vizier, omdat bepaalde geldstromen in verband werden gebracht met witwassen. Ja. Daarnaast legde Europa al eerder sancties op tegen diverse leden uit de club rondom Vladimir Poetin. En ook had dat te maken natuurlijk met de annexatie van de Krim in 2014. Maar het blijft dus een flinke klus. Wat het makkelijkste is om te doen, is het doorvoeren van die banken die uit Zwift gegooid zijn. Ja. Die kan je nu al niet meer aanklikken bij internationale betaalopdrachten. Dus daar kan je gewoon geen geld van en naar overmaken. Maar de grootste klus zit volgens de Rabobank in de sanctielijst van personen. En dan zou je misschien ook denken van ja, het is toch niet zo moeilijk, het zijn deze paar figuurtjes. Maar ja, het zijn natuurlijk slimme jongens, waarschijnlijk vooral, die allerlei U-bochten bedacht hebben om toch hun geld te kunnen verplaatsen. Precies. Dus dat is heel ingewikkeld om al die U-bochten, al die zijstromen in de gaten te houden en dus te blokkeren. Volgens de bank vergt dat veel vervolgonderzoek. Ja, en wat dat betreft, er zijn andere experts die zeggen ook slimme miljardairs die hun rijkdom hebben opgebouwd onder zo'n autoritaire regering zijn vaak zeer bedreven in het verduisteren van hun vermogen door allerlei ondoorzichtige lagen in te bouwen met lege bedrijven, met stroommannen. Dus als we dan kijken naar wat de Amerikanen gisteren zeiden, althans Biden in zijn State of the Union, Russen die superjachten en vliegtuigen hebben, die worden gepakt. Dat is prima. Wat we zien trouwens, dat is wel aardig, de Russen zijn massaal die superjachten en vliegtuigen aan het wegsluizen. Dat lukt niet overal. 1 is er in beslag genomen door de Duitse autoriteiten. Het gaat om een schip, Dilbar, heeft een 500 miljard euro gekost, is 156 meter lang, eigendom van Alisher Usmanov, en dat is een staalmagnaat die vriendjes is met Poetin. Maar ook andere jachten in Russische handen, die zijn nu massaal aan het opstomen naar de Malediven, omdat die eilandstaat geen uitleveringsverdrag heeft met Amerika. Nou, eerder deze week werden er ook al 4 superjachten van oligarchen gespot onderweg naar Montenegro en naar de Malediven. Ja, helaas voor die Russen sluiten steeds meer havens met die waar die dure superjachten liggen, die Russen uit. Monaco heeft sinds dinsdag het hele sanctiepakket overgenomen van de EU. Kunnen ze dus ook niet meer in. Maar de vraag is, en daar begonnen we mee, worden die miljardairs echt getroffen? Dat is de vraag. Je moet het eerst dus in beeld gaan brengen, die geldstromen die ze hebben. En een expert zegt, ja, je kunt de boot in beslag nemen, je kunt het vliegtuig in beslag nemen, maar ze hebben overal ter wereld geld verstopt. Als het je lukt 75% ervan terug te pakken, zullen ze nog steeds rijker zijn dan alle anderen in de wereld. En inmiddels is ook ochtendnieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag begonnen met een officieel onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne. De aanklager Karim Khan heeft gezegd dat er een verzoek is binnengekomen van maar liefst 39 landen voor zo'n onderzoek, waaronder Nederland. En dus zijn zij inmiddels begonnen met het verzamelen van bewijsmateriaal. De Oekraïnse regering had eerder al aangegeven dat ze zo'n onderzoek willen. Overigens, Oekraïnse zelf is geen lid van het strafhof. Rusland ook niet. Dus de vraag is een beetje wat je daar daadwerkelijk mee kan bereiken. Maar het is wel een signaal dat daar onderzoek wordt gedaan. Nu zegt ook de aanklager. Ja, en dan nog eventjes. De Amerikanen hebben vannacht besloten nieuwe zwaardere sancties in te stellen tegen Rusland. Maar nu ook tegen Belarus, tegen voormalig Wit-Rusland. Praten we even kort over met correspondent Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, precies. Bondgenoot van Rusland bij die oorlog in Oekraïne. Aanvallen vinden plaats via Belarus. En de niet-nucleaire status is via een referendum opgeheven. Dat opent de deur voor Russische kernwapens. Dat is hier ook niet onopgemerkt gebleven in Amerika natuurlijk. En het Witte Huis zegt nu, ja, zij maken die invasie, die vreselijke invasie, mede mogelijk. Daar gaan ze nu de gevolgen van merken. Belarus krijgt dezelfde exportcontroles die Rusland nu al heeft. Dat gaat dan om technologie en software, met name voor het leger, de defensiesector, die mag niet meer naar Belarus. En dat verzwakt het land, zegt het Witte Huis. En het zorgt er ook voor dat die technologie ook nu niet via Belarus alsnog bij Rusland terecht kan komen. Dus dat is de reden van die nieuwe sancties. Dankjewel, Jan Posma. Straks hoor je hem in de gewone uitzending uitgebreid. Ook over Trump, overigens. En dan hebben tenslotte duizenden Russische wetenschappers en wetenschapsjournalisten een online verklaring getekend tegen de, zoals we zeggen, oneerlijke en zinloze invasie
van Oekraïne. Die verklaring werd in het Russisch gepubliceerd door nieuwsorganisatie TRV Science en is ondertekend door vooraanstaande wetenschappers, waaronder zo'n 25 leden van de Russische Academie van Wetenschappen, die zeggen dat de schuld voor het ontketenen van een nieuwe oorlog in Europa volledig bij Rusland ligt en eisen onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties in Oekraïne. Want door die sancties, zeggen ze, kunnen ze hun werk niet doen, omdat wetenschappelijk onderzoek ondenkbaar is zonder volledige samenwerking met collega's uit andere landen. Tot zover even onze berichtgeving over Oekraïne. In de reguliere uitzending kun je uiteraard luisteren en hoor je alle updates en ontwikkelingen die er zijn. Vanmorgen hebben we ook weer aan boord Floris Akkerman, Oost-Europa-verslaggever, en Bernard Hammelburg. Deze podcast staat vanaf 7 uur gewoon op het web. Maar nogmaals, wil je geïnformeerd worden over het nu, dan moet je gewoon luisteren naar BNR Overdag. En dan gaan wij naar het volgende. We verbruikten in ons land vorig jaar 4% minder aardgas dan in 2020. Vooral in elektriciteitscentrales en de industrie lag het gasverbruik fors lager, blijkt uit cijfers van het CBS. En daar praten we over met olie- en gasexpert in de groene energietransitie, Ronald de Zoete. Meneer de Zoete, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is goed nieuws. Waar heeft dat nou mee te maken? Met tekort en hoge prijzen? Of zijn we langzamerhand ook in de industrie aan het wennen aan het feit dat het groener moet? Ja, het moet natuurlijk allemaal wel groener, maar waarom er wat minder gas gebruikt is, is eigenlijk omdat in het eind van 2021 hebben we verschillende dingen die samenkwamen. We hebben namelijk te maken dat er een boycott was tussen China en Australië. Hadden we hoge kolenprijzen in de wereld. Ja, maar toen hadden we in Europa de situatie dat er minder wind was. Moesten de gascentrales de gemiste windenergie op gaan wekken. Daarop steeg toen weer de gasprijs door de toegenomen vraag. En daardoor in het Verre Oosten moesten alle kolencentrales weer hoger gaan draaien in Europa. En eigenlijk kregen we daardoor torenhoge gasprijzen. Ja, en dat maakt het natuurlijk, zeg maar, hoge gasprijs maakt onaantrekkelijk, zeg maar, om gas te gebruiken. En dan schakelt men over naar kolencentrales. Ja, precies. Wat niet noodzakelijkerwijs veel groener is, hè, kolencentrales. Zeker, zeker niet. We hebben in 2022 waarschijnlijk hopelijk wat minder CO2-uitstoot, maar 2021 was een slecht jaar voor de wereld. Ja, absoluut. En je zou dus zeggen van, nou, mooi, hè, minder aardgas gebruikt, dat is hartstikke goed. Maar nee, we stoken dan bruine viezigheid weg. Nou hadden we vorig jaar tekorten. U zei het net al even, de lockdown is nu opgeheven. We zitten in een oorlog met Oekraïne. We zien de gasprijs verder oplopen. Ook de aanvoer wordt lastig. Rusland zou de gasvoorraden kunnen gaan dichtdraaien. Wat voorziet u in de grote, de zoete glazen bol? Ja, goede vraag. Nou ja, laten we zeggen dat we op aardgasgebied wel een probleem hebben. Want de opgeheven lockdowns hebben er wel voor gezorgd natuurlijk dat er meer bedrijfsactiviteit komt. En daardoor krijgen we meer vraag naar olie en gas. En in de oorlog in de Oekraïne, die zorgt er natuurlijk dan aan de ene kant voor niet dat olie slecht wordt of niet zelfs wordt aangevoerd. Ja. En dat we grote onzekerheid hebben rond die aardgasleveringen door Rusland. Ja. En dan komt er bovenop natuurlijk dat de goedkeuring van Nord Stream 2, de aardgaspijpleidingen, is stopgezet. En daardoor, zeg maar, minimale contractuele aardgasvolumes worden geleverd door Rusland op dit moment. In een tijd dat de gasvoorraden al heel laag zijn in Europa. Dus dat ziet er niet zo goed uit voor ons. Precies. Nou, was er gisteren overleg van de IEA, het Internationaal Energieagentschap. Die hebben gezegd, we gaan die reservevoorraden, want we hebben een zachte wind, die gaan we aanspreken. Maar de OPEC kwam ook bij elkaar. Wat hebben die besloten? Nou ja, wat ik weet is, die besluiten elke keer gewoon netjes wat ze hebben afgesproken. Ja. Elke keer 400.000 vaten per maand hebben we het over olie, ja, zeg maar, erbij te doen. En dat gaan ze gewoon blijven doen. Maar ondertussen, dat was ook zeg maar gisteren gerapporteerd in de VS, zijn de olievoorraden gewoon weer verder gedaald. Ja, ja. Dus eigenlijk hebben we een gebrek aan olie en gas op dit ogenblik. Ja, absoluut. Dat hebben de Amerikanen wel gezegd. We gooien tankers met LNG de oceaan over. Die kunnen we goed verkopen in Europa. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de grap, hè. Maar is dat een druppel op een gloeiende plaat? Of is dat een serieuze hoeveelheid gas die onze kant op kan komen? Waarbij je kan zeggen, ja, dan zou je ook net zo goed die Russische gasleidingen kunnen dichtdraaien. Want dan komt het met de boot vanuit Amerika. Ja, nou ja, we hebben het in december al van 2021 gezien. Kwam een armada van 20 LNG-tankers onze kant op. Ja. Maar het volume is gewoon niet groot genoeg om onze huidige afhankelijkheid te verkleinen. Ja. We kunnen dan een stukje uit Rusland halen, maar we zullen ook als Europa aardgas moeten gaan kopen van onder andere Qatar of Australië. Nou, wat houdt dat in? Dat betekent eigenlijk dat je meer aardgas per schip naar Europa moet brengen. Ja. Maar dat kan alleen succesvol wanneer je ook aardgasterminals hebt. En die hebben we niet genoeg. En vandaar ook de plannen van Duitsland om nu snel te gaan investeren in opslag voor LNG. Ja, dat duurt eventjes voordat je die dingen hebt staan. Dat zet je niet in een middag op, hè?
Het is geen partytent. Dat gaat helaas. Het is geen uitklapmodel bij de gamma. Helaas. Dus het komt erop neer dat we inderdaad de komende jaren kun je er niks aan doen. Maar goed, we zijn wakker geschud. En ik ben al lang blij om te horen dat er nu wordt nagedacht over serieuze alternatieven. Ja, zeker. Daar komen we op. Alleen tot die alternatieven er zijn, gaan we kolen stoken. Ik ben bang dat dat wel doorgaat. Dus zeker in landen China en India. Ja. Die hebben niet zoveel alternatieven. Mm-hmm. Nee, precies. Maar China die heeft natuurlijk nog wel een gaspijpleidingje met Rusland. En een warme band, letterlijk en figuurlijk, hierdoor. Letterlijk en figuurlijk. En die wordt ook uitgebreid. Hè, want er wordt de tweede pijpleiding ook aangelegd. Precies. Dus dat is inderdaad zo. Maar de energiebehoefte in het Verre Oosten is enorm groot. En dat komt eigenlijk door de groei van de bevolking daar. En het feit dat mensen steeds verder in die middenklasse terechtkomen. Die mensen hebben ook een tv en een iPhone. En helaas, het loopt allemaal op elektriciteit. Ja, dank u wel. Ronald de Zoet is olie- en gasexpert in de groene energietransitie. Ja, je hoort het al. We gaan naar de kanten. Ja, natuurlijk weer veel Oekraïne. In het Financiële Dagblad sluit mooi aan bij het verhaal van net. Nederland investeert miljarden in Duitse terminal voor vloeibaar gas. Kanselier Scholz wil minder afhankelijk worden van Russisch gas. En Nederlandse partijen zijn bereid om fors te investeren in zijn Duitse plannen. Ja, en dan de inflatie wordt opgejaagd in Oost-Europa richting de 10%, zegt het FD. De Russische inval versterkt die torenhoge inflatie waar ze toch al mee kampten in Oost-Europa. In de Telegraaf, noodopvang zonder plan. Vluchtelingenstroom Oekraïne noopt tot haast. Nu de vlucht stroom begint te komen, gaat staatssecretaris Van den Burg van Justitie bij gemeenten met de pet rond voor extra opvangplekken. Vanuit de Tweede Kamer wordt aangestuurd op een duidelijker plan, want volgens critici ontbreekt dat. Ja, nou dan een aantal verhalen die we in kranten zien van mensen die in Kiev wonen. Ook het geweld wat aan het oplaaien is in de steden, zegt het AD bijvoorbeeld. In de Financiële Telegraaf een financieel verhaal. De rente gaat omhoog, ondanks de oorlog in Oekraïne, zei Jay Powell, het hoofd van de Fed. Later deze maand vinden de rente gewoon, zoals eerder al gepland stond, verder verhogen. En dan nog ander nieuws uit de kranten. In Trouw bijvoorbeeld. Online verkoop is geholpen met fysieke winkels. Het combineren van een online retailkanaal met een netwerk van fysieke winkels in het land kan het aantal retourzendingen met zo'n 15% verminderen. Blijkt uit onderzoek van de promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen. Dus bricks en kliks. Dat wou ik zeggen. Tot zover de podcast Ochtendnieuws voor 3 maart 2022. Uiteraard sluiten we zo met column. Maar niet voordat ik gezegd heb, luister als je op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen in Oekraïne en alle impact die dat heeft op ons. Maar ook de geopolitieke consequenties in andere landen. Sancties die gemaakt worden en alles wat over het humanitaire gaat. 1 miljoen mensen daar op drift die het land uitgevlucht zijn. En een hele hoop andere mensen die schuilen voor hun leven. Kun je allemaal horen in de reguliere uitzending op BNR. De column van Jaap Jansen. Poetin toont zich steeds duidelijker de leider van conservatief Europa. Prachtige vent. En hij heeft zo gelijk over de NAVO-agressie en de absurde oorlogszucht van de Europese Unie, World Economic Forum, etc. U begrijpt, dit zijn niet mijn woorden. Ze komen uit de mond van de geachte afgevaardigde Thierry Baudet een paar weken geleden. Na Poetins inval in Oekraïne zou je verwachten dat Baudet stopt met zijn fanboy-gedrag. Maar nee, bij Omroep Ongehoord bleek Baudet alle begrip te hebben. Oekraïne is een puppetstate van de Amerikaanse geheime dienst. De NAVO en de EU willen overal revoluties, ook in Rusland. Dat gaat Poetin nooit toestaan, zei hij, als ware hij Poetins woordvoerder zelf. Poetin is volgens hem trouwens een toonbeeld van mildheid. Op de voorzichtige vraag van de interviewer waarom hij de invasie niet veroordeelt, Poetin kon zich toch ook beperken tot Lugansk en Donetsk? Hoe bedoel je? Wat had Rusland dan bereikt? Dan was Oekraïne alsnog bij de NAVO en de EU gekomen. Rusland is in een hoek geduwd en kon niet anders. Het is letterlijk wat Poetin zei in zijn lange toespraak, waarin hij betoogde dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft. Baudet als Poetins papegaai. De wereld toont een eensgezindheid die we lang niet gezien hebben. In het Europees Parlement stemde deze week van de 705 leden maar 13 tegen de resolutie die de inval veroordeelt en Oekraïne steunt. Bij die 13 een groepje ex-DDR-communisten, enkele Stalinisten van elders, een neonazi uit Griekenland en, als enige Nederlander, Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Zelfs Marine Le Pen schaamt zich inmiddels voor haar vriendschap met Poetin. Ze laat een verkiezingsfolder waarop zij hem lachend de hand schudt vernietigen. Baudet schreef ooit een proefschrift waarin hij pleitte voor de nationale staat. Toen CDA-kamerlid Agnes Mulder hem deze week daaraan herinnerde, zei hij dat het maar de vraag is of Oekraïne wel een nationale staat is.
precies de redenering van Poetin. Daarna steunde hij een oproep om Nederland in dit conflict neutraal te laten zijn. De laatste keer dat Nederland officieel neutraal was, in 1940, liepen de nazi's ons in 5 dagen onder de voet. Gelukkig houdt het dappere Oekraïense volk langer stand. Baudet veert op als hij ergens een complot ontwaart. Volgens hem was corona een complot bedoeld om onze vrijheid af te nemen. Nu corona uitgewerkt is, heeft het Westen met deze oorlog weer iets nieuws bedacht. En binnenkort zal er, zegt hij in een podcast, wel weer een operatie onder valse vlag komen, net als 9-11. Zou Poetin, die pracht vindt, weten dat in Nederland één leider hem in alle omstandigheden trouw blijft steunen? Ik betwijfel het. Maar ik weet wel hoe Vladimir Lenin, de eerste leider van Sovjet-Rusland, dit soort mensen noemde. Nuttige idioten. Welke waarde hechten we in Nederland nou echt aan onze bedrijven? Zijn ze de noodzakelijke onderdelen van onze economie die verder geen speciale aandacht hoeven te krijgen? Of verdienen ze die extra aandacht juist wel, omdat ze zo'n essentiële factor zijn voor het succes en welzijn van dit land? Over die fundamentele vragen debatteren 5 politieke partijen in het BNR Bedrijvendebat. Je hoort het volgende week woensdag op BNR of daarna in je favoriete podcast-app. Het BNR Bedrijvendebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.